goede dag. Dit is eigenlijk de 9e driedaagse van de KDE, zoals je kan zien, die eigenlijk 4 dagen duurt in plaats van 3. We zijn op vrijdag begonnen met de voetbalmatch. Zaterdag hebben we beachparty gehad. Gisteren hadden we Spelen zonder grenzen en vandaag is er de gymkamer. Gymkhana organiseren we dit jaar voor de 6e keer en nou ja, is er dus niet bij van in het begin. We hebben dit jaar ongeveer een kleine 70-tal deelnemers en elke deelnemer die gaat dan afzonderlijk zijn proeven uitvoeren.
elke deelnemer kan prijzen winnen, want elke proef is gesponsord door iemand van een streek of van een streek. Die prijzen die per proef bedragen 1000 frank en dan de winnaar van de Gymkhana krijgt een grote prijs.